Hallo iedereen. Er is net een pakket aangekomen, eigenlijk twee pakketten. Ik denk dat mensen me heel graag aan de alcohol willen. Dat is allemaal alcohol. En ik heb net gezegd dat ik deze week geen alcohol ga drinken. En mijn koortsblaar is er nog steeds. Die heeft gisteren heel hard gebloed. Dus het ziet er vandaag niet zo goed uit. Maar oké, komt wel goed, hopelijk. Ik ga jullie even laten zien wat ik had gekregen. We hebben deze gins aangekregen. Amuerte. Amuerte. Ik hoop dat ik het juist zeg. Coca gin. En gewoon al deze flessen. Wauw, ik vind de flessen echt prachtig. Die gaan sowieso op mijn barkarretje daar in de hoek komen. En ik vind ze echt zo enorm mooi. Echt de details, de afwerking, die dingen van boven zelfs. Ik wil die gewoon al niet open doen, dat dat zo mooi is. Maar we gaan natuurlijk wel open doen. En dan gaan we die... ik denk daar waar kaarsen is, die zwart te zetten met een kaars in als die leeg is. Hè? Want die zijn nu nog vol. En de andere op het barkarretje. En wat staat er eigenlijk op? You know how to live, you will die for... If you know how to live, you will die for this gin. Amai, zalig. Daar zitten dus coca leaves in. Ik weet niet, is dat hetzelfde als van cocaïne? Nee, oké, dat durf ik niet te zeggen. Ja, sowieso gaat er geen cocaïne in zitten. Of is dat net coca van chocola? Moet ik straks eens aan Niels vragen. Ik ken niet zo heel veel van gins, maar alleszins prachtig. Gewoon die flessen al. Echt een must voor in het interieur, wil ik al benadrukken. Echt mooi. En dan nog een box van Apero Shop. Apero time is quality time. Daar kun je dus op bestellen. Ik zal trouwens alle links beneden zetten, ook van de gin, wie geïnteresseerd is. En super cute, dit is de link. En dit is dus eigenlijk een apero box die je kunt bestellen. Zeker nu in deze tijden is dat fijn om in het weekend iets fijn te doen. En hoef je toch niet buiten te komen natuurlijk. We hebben van die Sal de Ibiza chips. Dat is echt de beste chips ever. Dus hier ben ik zo blij mee. Dan hebben we Crostini Sea Salt en Rosemary koekjes. Ik heb per ongeluk de bovenkant al open gedaan. En dan hebben we dit. Dat is iets om op toast te smeren. Maar ik weet niet juist welke smaak dit is. Alleszins om op die toastjes te doen. Ook super fijn. En dan, kijk hoe mooi dit ook is. Dit is zo tof. Dat is gewoon wine in a can. Echt rosé in een kan. Echt gewoon nog nooit gezien. Kiss me wine you can. Ah, schattig. The French Kiss Club. Dus dit is rosé. Dit is bubbly rosé. Ook super tof. En dan nog een bubbly. En nog een gewone rosé. Daar zit dus alcohol in natuurlijk. En dan dit is een cocktail. Dus dit zakje bevat twee cocktails. En dan staat erop hoe je dat moet doen. De garnituren zitten er zelfs bij. Peach and Thyme Capriana. Zalig toch? Dit is echt zoiets zalig, ook om iemand cadeau te doen of zo. Als je zo iemand mist, om dat daar naartoe te sturen. Dat is echt zo tof. Ik vind dat echt, ja, echt heel tof gedaan. Heel tof concept. En gewoon super leuk. Ik ga dat even in de doos laten. Want we gaan dat in het weekend, ga ik wel gebruiken. Kei leuk. Woehoe. Oké, dat was dus mijn unboxing. Unboxing van alcohol. Goed bezig, Thalisa. Maar ja, wel super leuk, de gin. Ik ben ook heel benieuwd hoe die smaakt. Ik ben niet de grootste gin-liefhebber. Ik kan wel eens graag een glas gin drinken. Maar ik heb er ooit zo hard van moeten overgeven. Omdat ik heel zat was. En ik had wel gewoon alles gemengd eigenlijk.
En het laatste wat ik had gedronken is gin. Dus dat bleef zo echt op mijn geheugen. Maar dat is ondertussen wel 4 jaar geleden, denk ik. Dus ondertussen drink ik wel terug gin. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind bepaalde gins heel lekker. En sommige zo... wow. Dus ik ben heel benieuwd. Wie weet dat we in deze vlog wel een taste test zullen doen voor jullie. Het is 6:55. En zelfs komt er eten van Barnaba, want we hebben besteld. Niels is kei excited, want hij heeft de pizza. Barnaba heeft nu zo pizza's en die zien er wel heel goed uit. Maar ik mag dat natuurlijk niet, omdat dat met kaas is. Oh wel, mozzarella mocht ik nu wel. Of nee? Blijkbaar wel, ik weet niet. Harde kazen mag ik. Ja, zo van die hele felle kaas. Ja, en was dat ook geen parmezaan? Parmezaan, ja. Parmezaan ook, ja. Papa zei dat niet, ik zei dat. Je pa had dat gezegd. Ja, oké. Okay. Nou, alleszins, ik heb, of course, pasta vongole. Wat nu? Ik hou zoveel van vongole. En waar ze dat het beste maken is Barnaba of Giuliano's. Of mijn papa zijn vongole. Ergens anders vind ik dat nooit lekker. Maar daar? Oh. Wat? Dacht je me uit? Papa nog even. Papa zijn vongole. Ja, mijn papa... maakt toch wel echt goede vormen. Maakt lekker eten, hè? Ja. Maar dus we hebben ons een beetje opgekleed voor het date night. Ik heb ook mijn sloffen. Shake sloffen. Van vettige zwa. Nee, Victoria's Secret. Vettige zwa. Niels dacht dat dat vettige zwa betekent. Maar misschien moet jij mijn kleedje eens laten zien. Oké, dit is mijn kleedje. Dit is van Tote Lito. Dat is een van de herfstkleedjes. En dat komt binnenkort online. Denk ik. Volgende week woensdag of de week daarna woensdag, ik weet niet zeker. Oh, alleszins wel een super cute, herfstig kleedje. Wat ook wel mooi zou zijn met hoge zwarte botten. Ja, en ook met sloeven. Met sloeven ook, ja. Dus van vettige zwa te krijgen bij Café Vettige Zwa in Antwerpen. Dat is van Victoria's Secret. Okay, ons eten is er en het ziet er weer super goed uit. Ik heb de vongole, as you can see. Niels is even ijs in onze bekers aan het doen. We hebben de sweet potato fries. Ik had gevraagd zonder kaas. En er zit inderdaad geen kaas op. En Niels heeft pizza primavera, denk ik, hè? Ja, zoiets. Ja. En dan hebben we ook nog 2 Moscow mules. En as you can see heeft de Milky er ook goesting in. Maar je krijgt niks. Sorry, Milk. Sorry, schatje. Doe maar. Allee? Doe niks? Nee. Was het lekker? Ik denk het wel, want het is allemaal helemaal op. Lege schelpjes. Lege dit. Klein stukje pizza, wat Niels niet meer opkreeg. Maar hij gaat nog een tiramisu. Ja. Maar die is voor straks, hè? Oké, okay. Straks. Dus... Oh, het is nog maar 7:45, ça va. Ja, toch. Maar 7:45 vind ik, dat klinkt nog vroeg. Ja, dat klinkt nog vroeg. Maar binnen een kwartier is het 8:30. Dat is ook nog vroeg. Pas om 10:00 is het laat, vind ik. Ik vind het verder te laat. Dat als 50, dat vind ik ook nog meevallen. Maar 60, dat begint. Oeh, 60. Oh nee, mijn papa is binnen 3 jaar 60. Zeg dat niet. Ja, 3 jaar. Ja, dat is waar. Oh, en even melden dat, ja. Ik wou net zeggen, even melden dat wij binnen, ik binnen 5 maanden 30 ben. Minder dan 5 maanden en dan ben ik 30. Fucking 30. Ik mag niet vloeken, maar 30. Jij ook. In juli. Juni. Nog 8 maanden. Ja, dat is... Ja. Dat is 3 maanden langer als mij. Bij mij nog 2/3 van een jaar. 8 maanden. Okay. Minder dan 5 maanden. Als het nu 3 november is, dan nog 4 maanden. Wacht. 3 december. Nee, wanneer verjaar ik de tweede? Oh shit. 2 november, 2 december, 2 januari, 2 februari. Ja, nog 4 maanden dan. Ik heb een oude vrouw aan de haak geslagen. Oké. Okay.
Allee, doe maar verder. Ja, kijk. Ik kan het filmen. I'm taking over the vlog. Ja? Hmm. Okay. Wat ga je doen? Jij gin tasting. En dan ga ik filmen hoe dat jij zat. Hè. Ik ga dat tasten, hè. Ik ga dat niet drinken. Allee, ik bedoel. Oké, de gin tasting is uitgesteld tot morgen. Want we hebben ten eerste geen ijs en ten tweede geen... Schweppes, geen tonic. Allee, Fever 3 eigenlijk. Ja, dus, dat is de beste. Hè? We kunnen wel gin puur proeven, maar dat is misschien gevaarlijk. Dus dat gaan we niet doen. Okay, nu gaan we Rummy Cup spelen. Ik ga Niels Vieshart inmaken. We hebben dat ene keer gespeeld, vorige lockdown. Zoals die andere vijf keer. We hebben dat ooit nog maar ene keer gespeeld. Zeker vijf. Nee, één keer en daar heb jij gewonnen. Amai, oeh. Maar ja, dat is lang geleden. Alles omdraaien, hè. Oké, baas.